Nou, we zijn er hoor. In de kamer. Super schattig. De camera zit helemaal vol, dus ik doe het even met dit. Ja, de opslag, zeg maar. Ja, de camera dus. Kijk, dit is, heb je dit al gezien? Dit is echt cute. Mrs. Laura en Japanners zijn echt super attent. Echt super beleefd. Ze doen alle liften voor je open. Nee. En het zat helemaal nergens op. Ik zou alleen denk ik wel pijn in mijn nek krijgen. Ja, want iedereen is zo. Arigato, arigato, arigato. Ah ja, konnichiwa. Oké, nou, ik ga even uitpakken. Okay. Nou, we zijn even naar de supermarkt geweest. Wat een beleving. Zeg maar, alles is zeg maar... Nou, natuurlijk met de Japanse tekens. Maar felle kleuren. Dat zie je nu waarschijnlijk niet eens. En allemaal van die plaatjes. Oké, we hebben tofu. Van alles is klein en schattig. Alles is klein en schattig. Okay, nou, de rest niet meer. Maar we hebben wel... Want alles is in heel veel plastic. Daar baal ik wel een beetje van. Ja. Maar ja, we moeten wel eten. Ik kan hier niet zoveel... waar is dat ding? Egg. Er staat gelukkig egg op, want anders... Anders wisten we niet wat dit was. Eigenlijk. Ja, het is echt best wel tof om door zo'n supermarkt te lopen. Alleen dan zoek je naar iets en je hebt gewoon geen idee. Je hebt echt, dan denk je oké. Heb je, sta je voor het schap van de yoghurt? Yoghurt. Zoek maar soja yoghurt. Ja, wat is soja? Ja, geen idee. Sorry. Ik ga er maar vanuit dat dit lekker is. Maar alleen maar omdat dit plaatje er best oké uitziet. Dit heb ik als thuis wel eens door de pokeball gehad. Dus ik ga er vanuit. Dat we dit door onze salade morgenmiddag kunnen eten ofzo. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Nou, eet dan. Is dat heel lang? Ja. Oh! Poel, maar er staat poel 1. Kijk, poel toch? Ja, misschien moet ik tegelijk met poel 2 doen. Poel 1. Poel 2. Doe dan. Ja, gast, het lukt me niet. Hoe is dat, waar staat pool 2? Staat hier, maar hoe kan je poelen? Pool up game. Oh, zo. Oh, wow, ik heb het gebroken. Oh, wow. Huh? Huh? Wacht. Wacht eens. Huh? Hoe zit dit? Dit is echt heel ingewikkeld. Wat verdam, man. Jij wilde er 2 kopen. Maar even serieus, er zit een soort plastic tussen. Poel 3. Hoe vaak moet je poelen, gap? Poelen. Kijk, maar nu zit er... De achterkant zit hier nog in. Ik denk dat je het gewoon... Ik denk dat ik zo het had moeten heb eten. Gedaan. Oh, er zit er nog eentje verstopt. Ja, dat zeg ik. Oh. Er zit hier nog... Lukt het ook lekker met één hand, hè? Het ziet er ook echt niet lekker uit. Gewoon rijst met ei en noorivellen. Super schattig. Oh, ja. Nou, wie ervan? Rust, hè? Ja. Zo, wat een rust. Wat? Nou, we zijn op de baan, jongens. We gaan een fiki-fi training doen. Kijk, dit is de baan. Kunnen we wel gebruiken, want tot nu toe hebben we nooit echt nog nooit goede resultaten gehad met stokje overgeven in de wedstrijd. Sowieso. En we hebben nu 2 newbies. 2 nieuwe dames die we nog nooit hebben gedaan. Dus ja, we gaan het even oefenen. Nice squat. Nou, dat ligt zo, hè? Lekker te chillen. Deze kamer lijkt trouwens vet erg op die van Berlijn. Zeg maar, hier hadden we toen ook eten en een kast. En hier hadden we ook zo'n tafeltje met een spiegel en daar die sauna douches op. Hier hadden we ook zo'n bedje. We hadden alleen een ander uitzicht. Even uit te laten. Wow, het zonnetje is weer terug. Kijk, voetbalveldje. Kijk hoe cute! Eten! Wow, dat is pas een.
Maar ja, we hebben ook dit. We kunnen ook gewoon alvast even zo'n shirtjes kopen. Een pin om te ruilen. Dit shirt wil ik wel. Ik zit echt lang naar kijken. Alleen deze is wel saai, want deze gaat gewoon zo. En die daarboven blijft alleen maar daarboven. Dan heb je zo'n heel gebouw en dan ga je er niks mee doen. Kan ik dat doen? Oh. Gast. Oh, ik kom er wel weer. Oh, ja. Kan ik hier wat doen? Ja, je kan het laten stoppen, dan moeten mensen in en uit stappen. Oh. Helemaal in het element. Ja, hij moet wachten voor het opletten, oké? Maar ik vind het dus irritant dat deze niet naar beneden gaat. Ja, deze gaat alleen maar rondjes daarboven. Oké, komt ie, hè? Hoor ik dit muziekje op de achtergrond? Ik wou het, hoor. Moet ik stoppen? Ah, gewoon door rood gereden. Oh, boete. Oh, boete, ja. Boete. Oh, ik had hier moeten doen. Ik moet een heel rondje wachten. Hoor ook dit muziekje. Leuk. Zo, dit is wel een lekkere knuffel. Wie deed je dan? Jullie is echt zo'n plofzak. Hij is niet zo hoog op mijn handje. Ja, goed. Hoi Lisanne. Hoi. Wat was dat? Weet je wel deze? Wow, hij is ingezoomd of zo. Oh ja, houdt hem gewoon erbij. Oh, dat kan ook. We zijn alweer klaar met trainen. We hebben lekker getraind. Ik vond het niet. Ik eigenlijk wilde nog meer doen. Ik moest het 200, 150, 120, 100. Op. Nou, 90. 95% of zo. Ja. Moest nog niet. Gewoon wel hard, maar niet vol bak. Ja, dan. En toen gingen we een kogel stoten. Ik heb een Melissa Pokémon. De techniek was niet helemaal on point. Mijn hand zat er niet elke keer goed achter, maar ja, op zich de onder, hoogte, hè? Was oké. Okay. Ja. En die indraai af en toe ook niet helemaal lekker. Melissa heeft het niet gefilmd, maar ik ga het volgende keer laten zien. Ik denk dat je moet oppassen. Wacht, ik moet eerst misschien even mijn shake opdrinken. Het past precies bij onze orange gear. Oké, okay, dit ga ik even opdrinken. Oh, dat eten hier, joh. Oh ja! Dat ben ik wel helemaal vergeten. Yeah. Hey! Het zijn allemaal schoolkinderen, toch? Ja. So how do you say hello? Konnichiwa, right? Yeah. Konnichiwa. Arigato. Waarvoor? Hallo. Voor met ons op de foto willen, als gaan al weg. Oh. Hallo. We gaan nu met de trein naar de New Balance Store. Maar dat is natuurlijk best wel gedoetje, want die heeft alleen maar apparaten in Japans. Maar gelukkig zijn de hier twee mannetjes van het hotel die helpen ons. Want daar begrijp je natuurlijk helemaal niks van. En take from the other side. Oké. Okay. Can you go out to the station for the same way, please? Mm-hmm. And we can buy. Go there. Oké, okay, deze kant op. Ja. Rode lijn. Let's go. Ze staan allemaal netjes in de rij te wachten. Hey. Zo, even naar New Balance geweest. Ja, kijk, hier hangt het allemaal. Zo, we staan even in de rij, hoor.
Ja? Je naam? Can I do my name? Your name, yes, please. So first, please write. Yeah. Her name is Caroline. Laura. Okay, Laura. Mooi hoor, Laura. Your mother did it. Oh no, it's wrong. This is Laura. So, okay. Please write. Practice. That's a good idea. Wow. Okay. So this part. Oh, this part is this one, and this one is that. Laura. And why this? Yeah. Oh, this is amazing. Laura. Oh. Laura. Okay. Okay. So I'm gonna call you Laura now. Is it that bad? Yeah? Oh, no. Okay. Picture. Nice Laura. Nice Laura. Thank you. Hello, darkness, my old friend. So much. Oh no. Oh, Lisa. Lisa. Oh, what? Okay. Come on, Lisa. No, I want to try first. Okay. Ik moet gewoon in één keer, hè? Ja. It's not big enough. Maar het is moeilijker op dat ding. Oké, oké, oké. More, right? More, chotto. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Small, small. Short. Okay? Okay. No. Oh! Oh! Nice. 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 Okay, then. No, okay. Oh! Okay. Okay, okay, okay. Nice. Yeah, this is Susanna. Hey. Susanna. Nog 443 dagen, jongens, tot Tokio. Als het goed is, zijn we dan weer hier. Oh mijn god, als we dan wel, dan zijn we weer hier. Dan zijn we oprecht weer hier, alleen nou iets later. Dan gaan we wel dit bord toe in. Oh ja. Oké, dat belopen we bij deze. No meat. No meat. We don't want meat. Nou, ben benieuwd. Het moet toch lekker zijn? Oh, wat krijg je nou, nou? Oh, thank you. Oh! Dit wordt mijn nieuwe lievelingsfan. Kijk nou, schatten. Presentatie doen, jongens. Krijgen we Rio 2.0? Ja. Zo. Oh, hier dit. Oh. Lau lachen, hè? Ja. Ik hou je in de gaten. Thank you. Yes. Oh. Oh, oké. Okay. Thank you. Thank you. Isan, waar zijn we? Op de tweede dat zijn verdieping. En there you see the track. Hier kunnen we nog meer. All in the back, you see Tokyo. All in the back. Yep, all in the back. We zijn dus nu in Yokohama. En het is donderdag. Ik zie je bijna.
En de wedstrijd begint natuurlijk zaterdag. We gaan vandaag shake-out doen. Morgen wisselen. Zaterdagwedstrijd. Ik ben reserve, jongens. En die Sanne is vierde loopster. Dus, ja, ik ren niet zaterdag, denk ik. Tenminste, die kans is een pokkel. Nou, misschien zondag. Maar ja, dus hopelijk gaan die meiden het even goed doen, zodat we in ieder geval in de finale, in een finale zitten zondag. Blijkbaar kijk ik heel boos net naar mijn tegenstanders. Maar dat doe jij altijd. Ja, maar het spel begint nu al. Je moet dat begrijpen. De? Hier kun je mensen al intimideren. Dat is wat ik aan het doen. They are down there. Yeah, that's 2-6 per 4x4 and 4 for the 4x1. Waar staan jullie voor, mannen? Boys, boys! Yes, what's up, you ready? I'm ready, ready, ready. Ready for tomorrow? Yeah, we're born ready, we're ready. We are the ready Rams. Ready Rams. Ready Taimir, ready Lee. Okay, nice man. Nice man. Nice man. Nu ga ik even dat ding filmen. Als er geen mensen voor staan, verdomme. Ik ga even de robot aansluiten. Robot. Robot. Die zou nou worden een robot. Hoi allemaal. Even een updateje. Ik ben dus aan het compact zoals jullie zien. Ik weet niet of je het nou doet of niet, want ik voel eigenlijk helemaal niks nu. Ja, oké. Ik heb dus tijdens de training gisteren iets geks gedaan. Iets verrekt of zo in mijn lies. Adductor. Ik weet niet precies of het verrekt is of wat het ook is. Of dat het gewoon verkramping is. I don't know. Maar dat betekent wel dat ik vandaag niet loop. Ja, ik ren niet zaterdag, denk ik. Tenminste, die kans is. Dus Laura loopt wel en ik loop niet. Als ze de finale halen, of de B-finale, dan loop ik misschien morgen. Ligt eraan hoe ik vandaag herstel. Dus ik ben nu dus aan het complexen. Ik heb massages gehad. Ik heb alweer van alles gehad voor een gevoel. Ik doe gewoon de hele tijd alsof ik moet rennen. En nu zei ze, ja, Laura, je gaat echt rennen. En toen dacht ik, oké. Okay. Maar dat dacht ik eigenlijk wel. Dus dat stop. Dus ja, let's get it! Let's get it! Voor eten. Oh, je bikkap. Ben je ons nu aan het filmen? Ja. Oké. Okay. Check. Ja, jij hebt alles, hè? Je hebt alles. Je gaat nu toch niet zeggen als je het niet hebt. Zijn jullie klaar, ladies? Jawel. Ja. Jawel. Je weet niet zeker, hè? Mem ook? Het is gewoon spannend! Oké, okay, Lau, kom je? Lauwtje! Nee, wat was het? Dat is wel de bedoeling. Maar misschien hebben ze niet door dat ik er niet ben. Bedankt. Nou, daar is ze hoor. Daar is ze dan. Ja, ik heb dus niks meer van Lau gehoord, wou ik zeggen, maar die heeft natuurlijk geen internet. Maar goed, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Het wordt ondertussen al wat donker, het is best wel mooi nu om te zien eigenlijk. Ik weet niet of je het echt mooi kan zien, maar ik heb eigenlijk het raam open. Ik lig op bed en nee, dat zie ik dit, dus dat is best wel op zich best wel leuk. Dus ik moet nog even wachten over hoe mijn team het gaat doen. Het is wel echt een beetje gek dat ik gewoon niet daar nu ben ook, want... Ja, normaal gesproken zou ik natuurlijk wel warming-up. Zou ik wel bij de warming-up zijn. Ik word gewoon een beetje zenuwachtig. Eerste City gaat nu beginnen. Ja, en wat ik zeg, ik word een beetje zenuwachtig. Dus ik hoop dat het goed gaat met mijn teampje. Komen ze! Frans, lead them up. Nee. Yes. Outside, lane 9 then, running blind.
Hartslag, jongen. Opening round, second heat. Women's 4x400 meters relay. Come on, Madea, you got this. And it's a clean start and they're away in this. The is come on. Strong runner both on the flat. You can do it. Over the hurdles. And she's meant for the United States. Niet doorgaan. Lekker, Madea. Ga door. You can see the United States in blue coming into the home straight. Netherlands outside with Gafford trying to keep pace. There's a lot of support for the... Kom op, Madea. Wat? Kom op. Fuck, hij loopt vast. The Japanese as well on the inside in lane 8. Yama is getting roared up to the first. Waarom loopt die hele tijd vast? Oké, okay. Volgens mij was het best oké. Okay. Ik weet alleen echt niet wat voor tijden ze liepen. Ietsje sneller dan vorige keer. Progress, maar nu moeten we afwachten. Ja, ik denk ze hebben het echt niet slecht gedaan. Ze hebben het heel goed gedaan zonder mij. Goedemorgen, het is alweer de volgende dag. Shannon zat lekker de make-up te doen. Ja. Ja, gisteren hebben we dus series gehad. En we zijn door naar de B-finale. We waren 9e geworden uiteindelijk. Op 2/10 en net niet de A-finale gehaald, maar alsnog goed. Ja, eigenlijk moeten we vandaag op eerste worden, op tweede. En dan gaan we naar Doha. Oeh. En dan gaan we zomaar eens naar de baan toe en even kijken hoe het met Lisanne gaat. Het is wel gek om dan een warming-up te moeten doen. En dan niet te weten of je moet lopen, ja of nee. Even kijken of we ons als team kunnen plaatsen voor Doha. Dat zou natuurlijk wel echt tof zijn en het kan ook echt. We zijn even aan het kijken op de warming-up baan. Oeh! Duurt lang. Ja, maar ik weet niet. Wow. Oh. Goeie intro, dames. Come on, lady. Lane 6, the Netherlands. Kijk hoe cute! Ik heb het gekregen van dat mevrouwtje daar. Nou, daar is ze hoor. Onze ster. Yes! Doha, let's go! En nu moeten ze nog even 10 keer 200. Ja. Geen grap ook. Ik had ook gewoon niet moeten zeggen dat het easy was. Eigenlijk ja. Ja, het was wel. Het ging, ik heb gezet me onder controle gerend. Daar ging het om. Daar ben ik blij omdat mijn teamgenootjes mij in zo'n goede positie hebben gebracht. Kon ik chillen. Dat die niks met mijn lease. Dus dat was fijn. Good job. You too. Well done.